Zo, ik zit hier met Ferry Smit, verantwoordelijk voor PR-activiteiten bij de AWB. Een goede bekende uit de rekeningrijdentijd, de kilometerheffing. Waarbij ik toen heb gemerkt dat als de VVD, de Telegraaf en de AWB samen iets willen, dan kan de hele wereld op zijn kop gaan staan, maar dan gebeurt het niet. Ferry, we gaan nu even in de Tesla rijden. Heb je al eerder elektrisch gereden? Ja, ik heb eerder elektrisch gereden. Met verschillende voertuigen, ook omgebouwde. Dus, echt dure handarbeid. Ja, handarbeid, ja. Volkswagentjes, kevertjes, maar ook Golfjes en de Jetta die omgebouwd is. Ja, ja. Maar ook gewoon Nissan Leafs en ja, zo Nissan en dat Leafs, soort dingen. En Alpera's en dat soort dingen. Ja. Okay. Wat verwacht je hiervan? Als ik naar het uiterlijk kijk, verwacht ik een elektrisch rijden 3.0. Of autorijden 3.0 moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Want het is wel links. Heel erg mooi. Geef maar even gas. Jezus. Ja, dit is echt fenomenaal. Hier gaat je auto hard sneller van kloppen, moet ik zeggen. Ja, je bent wel een automan. Ja, liefhebber van oude auto's, maar ook van moderne auto's. Even kijken of jij de test 2013 kunt doorstaan. Als je nou dat raam moet openen of dat dak, hoe zou je dat doen? Ja, je zou zoeken naar een knopje, maar ik ken inmiddels de truc, want ik heb gezien dat er hier op het display een mooie slider zit. Ja, laat zien. Ja. Nee, dat is fout. Yeah? Je moet hem zo doen. Zo. Okay. Je moet je vinger op het dak zetten naar beneden. Je moet alles gewoon een beetje à la iPad. Ja, je kunt gewoon zo dat met de vinger gewoon alles swipen. Hè. Dat is. Is dat toch weer een knopje? Ja, daar ben je toch intuïtief naar op zoek. Hoe rijdt dit? Ja, dit rijdt fantastisch. Het is echt. Het is van een niveau wat je van Mercedes, BMW en een premium merk verwacht. Wat comfort betreft, wat geluid betreft. Het voelt ook gewoon mooi en stevig aan. En de prestaties die zijn zo verschrikkelijk fenomenaal. Ja, want je trapt hem niet op zijn staart hoor, net. Doe eens even. Ja, dit was even. Dat koppel is natuurlijk heel mooi bij zo'n auto. Kunnen we hier Hey, hoe zie jij mobiliteit van de toekomst? Hoe gaat dat de komende 10 jaar veranderen? Minder individueel, meer collectief. Collectief ook in de zin van autodelen. Veel meer mobiliteit in de stad. Waarbij bezit moet afvragen of dat nou iets is wat je nog langer wil. Omdat je eigenlijk... Ga je nou vogels ontwerpen? Ja. We hebben ook een groen hart, hè? Dus die vogel die wil ik toch wel laten leven. Maar waarbij mensen veel meer gaan nadenken over hun mobiliteit. En veel meer bewust zijn van de effecten die ze met mobiliteit ook veroorzaken. Op het gebied van milieu, ruimte, et cetera. Ja, dus minder gewoon iedereen zijn eigen ding, zeg maar. Ja, steeds minder iedereen zijn eigen ding. En wat, is dat voor wat zal dat voor de AWB dan betekenen? Dat wij ook naar andersoortige modellen moeten. En we hebben ooit in het verleden wel eens een hele mooie film gemaakt over de AWB als mobiliteitsmanager. Ik geloof daar heilig in. Omdat ik denk dat we onze leden een groot plezier doen als wij ze ontzorgen. Dat is een term die door een andere maatschappij gepikt is, maar eigenlijk geeft dat het beste weer wat je zou moeten doen om mobiliteit ook. En dat doen jullie, ontzorgen zijn, dat hebben jullie altijd al gedaan. Zit in ons DNA. Nice, goed.